is toch gelijk ook een finale voor hem. Er moet gewonnen worden. En dat moet dan gebeuren in deze formatie. Het is exact dezelfde als tegen Schotland. Dat betekent dus dat Dominic Janssen weer centraal achterin staat met Van der Gracht. En Aniek Nouwe op de bank zit. Het middenveld met Groene, Spitsen en Van der Donk. Voorin weer een basisplaats voor Renate Janssen van FC Twente. Miedema in de spits op jacht naar nummer 100. Ze staat op 95 en roort op de andere flank. Belova zit bij de wisselspelers. Berestijn is ziek. En Martens en Van der Zanden zijn er dus niet bij vanwege blessures. Dit is Rebecca Wells, 38 jaar, uit Engeland. Vloot ook op het EK. Is ervaren en heeft een goed niveau als arbiter. Bij IJsland zien we bijna dezelfde opstelling als tegen Belarus. Zij speelde vrijdag dus nog in de kwalificatie. Een ruime zegen, 6-0. Grote ster is Sara Björk Gunnarsdottir, die net is overgestapt van Lyon naar Juventus. Ze gaat beginnen aan haar 144ste Interland, record international bij IJsland. En verder, om in de gaten te houden, Sveinis Jonsdottir. Want die kan verschrikkelijk ver gooien. Daar dus Gunnarsdottir, ploeggenoot van Berestijn geworden. En dat was ze van Egerola en Van der Donk bij Olympique Lyonnais. Het was een teleurstellende zomer. Maar daar kan nu toch een mooi einde aan worden gemaakt als plaatsing, directe plaatsing, vanavond bewerkstelligd wordt door deze elf. De vrolijkheid, dat zag u ook bij het samenkomen, straalt er echt vanaf. Dat is wel eens anders geweest. In Engeland op het eindtoernooi. Maar dat zegt natuurlijk nog niets. De meest besproken speelster misschien wel van Oranje deze zomer. Daphne van Domselaar. De opvolgster van Sari van Veenendaal onder de lat. Onderweg. Opdracht op papier simpel. Winnen. En naar Australië en Nieuw-Zeeland. Bij een nederlaag om een gelijkspel naar de ingewikkelde play-offs. En dat wil je liever niet. En dus eerste aanval. En dat wordt bijna een kans voor Roord. IJsland zal zich ongetwijfeld ingraven. Je hoeft geen helderziende te zijn voor het spelbeeld vanavond. Van Domselaar trapt. Slag is omhoog voor buitenspel van Renate Janssen. Het is een tiende interland als bondscoach van de Nederlandse vrouwen. Hij was het ruim 20 jaar geleden ook al even. Andries Jonker uit Amsterdam, 59 jaar. Wel verloren door Groene. Van der Donk jaagt wel, maar houdt even in. Richting voormalig ploeggenoten dus. Gunnarsdottir. Groene hier niet goed aangespeeld. Dus kan IJsland door. IJsland is ontzettend taai. Drie keer gelijk. Op het EK niet voorbij de groepsfase. Maar dus ook niet verloren. Dat doet de ploeg van Halldórsson maar zelden. Hier gaat Jonsdottir. Die in Reykjavik ook al goed was aan die kant. Jonsdottir. En daar komt de eerste hoekschop voor IJsland. Zij is ook de speelster van die verre ingooi. Dat gaan we verderop in de wedstrijd ongetwijfeld nog zien. Van Wolfsburg. Dit zijn de momenten waarvoor Jonker heeft gewaarschuwd. IJsland moet het hebben van de standaard situaties. En dus is daar ook Gunnhildur Jonsdottir. En de
kopsters van achteruit zijn ook mee. Alarmfase 1 in die openingsminuten van Domselaar kan die rustig op het dak van het doel laten vallen. Hij is dus de opvolger van Hauksson geweest. Die kwalificeerde zich voor het EK. Maar dronk heel veel nadat die plaatsing een feit was. En bejegende zijn speelsters vervolgens onheus. Waarna hij werd ontslagen. Sindsdien Halldórsson op de bank. En dat doet hij goed. Dat is pijnlijk. Vandaar dat er ook onmiddellijk gefloten wordt. Bal in het gezicht. Hier. Vol in het gezicht bij Van der Donk. Heeft een hoge pijngrens. Nog maar een keer kijken. Op het voorhoofd, gelukkig. Dat is iets beter dan vol in het gezicht. Dus kan ze door. Sigurdardottir is de kiepste van IJsland. Ze zullen tijd nemen bij alle momenten. Tijd winnen waar mogelijk. IJsland ging nog nooit naar een wereldkampioenschap. Zou historie kunnen schrijven vanavond. Thorvaldsdottir opent. Tussenkomst. Lindwilms. Meer centraal achterin dus. Op haar favoriete positie. Dominique Janssen. Van de Gracht. Van de Donk. Daar is niemand. Heeft een nieuwe club. Stephanie van der Gracht. Internationale. Speelt nu dus in Milaan. En scoorde daar al. Is heel prettig binnengekomen. Stephanie van der Gracht. Interland nummer 95 is dit. Gunnlaugs tot hier. Wilde de bal graag. Deze combinatie ziet er vrij goed uit. IJsland begint brutaal. Even zoeken in de eerste minuten. Miedema nog niet gevonden. Gaat hier ook onder de bal door. Nu dus Sandra Sigurdardottir. Speelt bij Valur in Reykjavik. Spitsen. Janssen en Sherida spitsen. Met dat ongelooflijke aantal interlands dat ze nu achter de naam heeft staan. Dit is 208 voor Sherida spitsen. En ze wil naar het wereldkampioenschap. Groene. Onderschepping is er nu opnieuw. Van Roort die naar binnen is gekomen. Dat mag dus ook vanaf die zijkant. Onderschept deze bal door Gunnarsdottir. Rijsonsdottir. En daar moet heel erg opgelet worden door Groene. En dat is dan uiteindelijk net genoeg. Dus kijken naar de scheidsrechter. Die doet niets en dan blijft het niets vanavond. Er is geen... Hoe onbegrijpelijk ook. Bij dit soort belangrijke wedstrijden. Maar eigenlijk slaat het sowieso nergens op dat in de kwalificatie voor het wereldkampioenschap bij de vrouwen daar geen gebruik van wordt gemaakt. Ja. Laten we erop houden dat het niet tegen zit daar. En er is dus ook geen doellijntechnologie vanavond. Hier gaat Kasparij.
Roort. Groene scoorde in IJsland van afstand. Hier zoekt ze Miedema. Aan de zijkant Miedema. Voorzet is goed. En dat is toch een behoorlijke hoor voor Danielle van der Donk. Mist ook al wat kansen. Tegen Schotland in die oefenwedstrijd. Helemaal vrij. Maar te snel in het dalen om goed in te koppen. Niet te veel van dit soort momenten laten liggen vanavond. Die pikt er ook veel. Duwen en trekken, dat gebeurt in de rug van de scheidsrechter. Van der Gracht komt daar dus mee weg. Roort schiet, maar haalt het doel niet. En een hoekschop voorkomen. Arna Dottier van AC Milan. Lost het op. Vigus Dottier, Arna Dottier en hier is dus Jons Dottier. Ingeleverd bij Wilms. Die wil gelijk naar voren, maar doet dat niet op maat. Dominique Jansen. En Daphne van Domselaar. Houdt Annick Nouwen dus op de bank. Dominique Jansen. Die maar moeilijk genoegen kon nemen met die linksbackpositie. Daar is ze nu onder Jonker in ieder geval voorlopig vanaf. Dit is goed. Renate Jansen. Van der Donk daar wel, maar niet bereikt. Spitsen speelt hard in. Miedema kan daar niet bij. Roort. En het eerste serieuze werk voor Sandra Siguda Dottier. Poging van Jill Roort. Niet eens zo heel makkelijk qua zicht voor de keepster, maar niet ver genoeg in de hoek geschoten. Jansen. Gasparij. Maakt een toptransfer naar Manchester City. Dit avontuur loopt stuk. Voor de linksback van Oranje. Lang niet iedereen binnen de lijnen heeft hetzelfde ritme. Sommige competities moeten nog beginnen. Van der Donk speelde al wat in Frankrijk. In de aanloop. En de IJslandse vrouwen die in IJsland spelen zijn in de zomer na het EK gewoon doorgegaan. Hier is Jons Dottier. Het zijn toch behoorlijke ruimtes die daardoor oranje worden weggegeven in het eerste deel van de wedstrijd. Ook hier Jons Dottier die er dan niet langskomt. Bij Kasparij. Maar het valt wel op. De volgende hoekschop daar met nummer 10. Sterk in de lucht. Brinjars Dottier van West Ham United. We zien of zij bereikt kan worden. Hij heeft al bijna 40 gemaakt. Voor de IJslandse ploeg van Domselaar heeft in Engeland al laten zien dat ze in de drukte bij dit soort voorzetten vanaf de zijkant de rust zelf is.
Van der Gracht kan de nodige meters pakken. Spitsen. De nieuwe captain. Van der Gracht. Wil naar voren. Van der Donk afgeschermd, maar krijgt een herkansing. Renate Jansen zorgt er in ieder geval voor dat de ingooi naar Oranje gaat. Wilms gooit. En doet dat onreglementair. Zonde. Bal naar IJsland. Dat was knullig. Het kan eigenlijk ook worden gezegd over de manier waarop IJsland dan de bal weer teruggeeft aan die kant. Dus een herkansing voor Wilms. Deze komt wel aan. Roort. Het is wel duidelijk dat die het als een soort van vrije rol meer op de as mag zoeken. Roort. Spitsen. Groene. Wilms. Groene. Het is druk genoeg voor het doel. Dus nu zien de bal daar een keer te krijgen. Dat kan dan in tweede instantie vanaf de hoek bij deze corner. Daar komt de luchtmacht. Met als hoofdpiloot Stefanie van der Gracht natuurlijk, die zo goed is bij dit soort momenten. Hele strakke trap. Dat is een handige variant, maar het levert niets op. En ze baalt ervan, want het was inderdaad niet gek uitgevoerd. Sport is ontzettend populair in IJsland. Er zijn dus ook behoorlijk wat fans hier naartoe gekomen. Zelfs na de uitschakeling in de groepsfase werd IJsland feestelijk onthaald in Reykjavik. Groene wil graag, dat heeft Spitsen niet gezien. Het gaat aan de zijkant naar Wilms. Van der Donk laat hem glippen. Zien we daardoor dat hij werkt weg. Eerste kwartier zit erop. Wilms. Vijf op een rij achterin nu bij IJsland. Ziet er maar eens doorheen te komen. Maar ook daar zal toch veel over gesproken zijn. Kasperij te kort voor Miedema. Jansen duwt. Toch altijd dat hier valt. En dus een vrije trap. Hier de spits van IJsland. Van Paris Saint-Germain. Speelde nog even bij PSV in 2019. Scoorde één goal daar tegen Zwolle. Was verder geen doorslaand succes. Roort.
balsnelheid zou misschien wel iets omhoog kunnen. En de nauwkeurigheid wellicht ook wel iets bij de passing vooruit. Dit is niet al te ingewikkeld voor IJsland om vol te houden. Paar passen terug moet Gudni Arnadottir hier doen. Gunnarsdottir hier onder druk gezet door Van der Donk. Roort. Spitsen van de gracht. Groene moet het alleen doen in de hoek voorlopig. Zonder al te veel hulp. Dat komt nu wel via Wilms. Die dan vervolgens ook weer inlevert. Komt veel aan die buitenkant terecht. Ook omdat, net als Roort eigenlijk, Renate Jansen wat meer aan de binnenkant te vinden is. Van der Gracht probeert hem maar weer eens achter die laatste linie te leggen. Dit is goed. Van der Donk. Nu dan. Miedema kan er wellicht alsnog achteraan. IJsland krijgt de bal maar half weg. Spitsen. Wat druk nu. Wat serieuzere druk. Jansen Miedema. Moment 1. Kopbal over. Rot. EK gehad. Natuurlijk. Behoorlijk ziek geweest. Meeste gemist. Scoorde weer tegen Schotland. Dat ze die 100 gaat halen is wel duidelijk. De vraag is wanneer. Jansen verdedigt een uitgestoken been. Maar toch kan IJsland door. Arnadottir. In het midden eigenlijk alleen Thorvald tot hier. Maar dan kan de bal nu wel komen van Domselaar. Let op. Let goed op bij de eerste paal. En veel ruimte nu als Nederland haast maakt. Van der Donk. Jansen alleen Miedema voorop. Renate Jansen krijgt hem daar niet. Van de Gracht komt er goed voor. Groene. Dat is Parij. Spitsen. Bijna alles toch via deze kant. Lang niet altijd succesvol weer. Wilms, meer rechtsbuiten dan rechtsbek. Bijna 18.000 kaarten verkocht in Galgenwaard. Hij heeft toch het stadion van de grote wedstrijden. Net als Enschede eigenlijk. Nederland won hier de eerste wedstrijd van het EK in 2017 in de play-off. Tegen de Zwitsers. Dit is de derde keer. Meestal zijn de resultaten dus goed. Hier komt IJsland. Hier is ook veel vrijheid. Nu even weggehaald door Kasparij. Groene verliest het duel van Gunnarsdottir. Sigurdardottir.
Sara Björk Dunas dot hier. Kasparij. Groene. Jansen laat het toch vaak aan Van de Gracht over, maar die twee zijn nu voornamelijk aan het zoeken wie kan indribbelen met de bal. Dat wordt dan Dominic Jansen. Opgeëist, daarna door Spitsen, Groene. Spitsen. En weer Wilms. In combinatie met Renate Jansen. Wilms. Biedema. Roort in het 16 meter gebied inmiddels, maar tot een doelpoging komt het niet. Oranje moet hard werken om daar te komen. Volgende kans kan in één keer voor. Natuurlijk Van de Donk. En de lat. Rebound. Roort. En dan in de handen van Sigurd Ardottir. 25e minuut. Daar was hij bijna. Het is geen verrassing dat het uiteindelijk vanaf die rechterkant komt. Daar waar Oranje de hele tijd zoekt. In één keer genomen door Van de Donk. En de lat is op dit moment de beste vriend van IJsland. Wat pijn bij Svijndis Jane Jonsdottir. Ja, ik denk dat de meeste van ons er geen bal van begrijpen, maar het klinkt wel mooi. Thorstein Halldórsson. Vrije trap voor IJsland. Oranje probeert de speelsters in het blauw ver buiten het 16 meter gebied te houden, maar dat lukt met moeite. Nu wel Groene. En Miedema. Roort. Doet ze het zelf of wacht ze op Miedema? Ze geeft hem uiteindelijk voor, maar dat was alleen Van de Donk. Inhouden was wellicht iets verstandiger geweest voor Jill Roort. Zo dringt Oranje in deze fase wat meer aan. En weer. Die rechterkant met Jansen. Nu met links voor. Dat is een goede voorzet. En die valt er niet in, zegt de assistent en zegt de scheidsrechter. Ja, geen doellijntechnologie, geen videoscheidsrechter en dus geen goal. Nee, iedereen hier dacht dat hij er overheen was. Het lijkt er niet op, maar de eerlijkheid gebiedt ook te zeggen dat het met het blote oog natuurlijk niet te constateren is. Bal moet in zijn geheel over die doellijn zijn. En eerlijk gezegd had hij me natuurlijk wel in één keer al ingemoeten. Het is nu een aanvalsgolf. En weer de lat van de Donk. Of was het Jansen, het was Jansen. Kasparij. Volhouden nu. Want er is paniek. Achterin bij IJsland. Dat voelt Oranje natuurlijk ook. Druk opvoeren.
roort. Groene. Volgende bal voor het doel. Minima. En IJsland zal nu wel even op adem gaan komen. Na al deze momenten achter elkaar in een paar minuten tijd. Willems, Jansen en weer de lat. Hier nog maar een keer Van de Donk. En wat een gefrommel, wat een gedoe. Maar het lijkt er niet op dat hij zat. Weggehaald door Arna Dottier. Met twee keer de lat en die bal op de lijn. Ook heel veel pech voor de ploeg van Andries Jonker. Richting het half uur. 0-0. Veel meer balbezit. Veel meer kansen. Maar virtueel. Nog geen rechtstreekse plaatsing voor het wereldkampioenschap. Hij moet er een keer in. Van de Donk. Goeie paas. Roort niet. Controle niet goed genoeg. Spitsen, Kasparij, Van de Donk, beweging bij Minima, dat zag Van de Donk, maar Minima niet bereikt. Spitsen, Van de Donk, het is knokken, het is werken, maar het is nu wel bal kwijt. Arna Dottier, Jons Dottier achteraan en die krijgt hem dan zomaar cadeau. Maar kan het niet alleen. Van de Gracht. IJsland kreeg maar twee goals tegen in deze kwalificatie. Dat was in het openingsduel voor IJsland tegen Nederland. Daarna alle keren de nul gehouden. Groene. Krijgt hem terug. Jacky Groene. Willems mee. Jansen. En nu een gemakkelijke vangbal voor Sandra Sigurdardottir. De ruimtes worden wel gevonden. Hier ook de Van de Donk. Duim van Roort omhoog. Voor Danielle van der Donk. Groene. Spitsen. Minima van de Donk neer. Sowieso voordeel, Jansen. Voordeel waar hij uiteindelijk niets aan heeft. Jons Dottier. Met Kasparij. Die drukt één keer het gaspedaal in en is sneller dan Jons Dottier. Is goed verdedigd. Jacky Groene nog altijd speelster van Manchester United. Kunnen nog wat transfers plaatsvinden. Want de markt in een aantal landen is nog open.
Volgende voorzet vanaf rechts. Spitsen, zet er druk op. En veel verder dan dit komt IJsland niet. Jansen, Groene, Neermaar. De bal blijft in de bezit van Oranje. Roort. Groene wil hem wel terug. Begrepen door Roort. Wilms. Jansen. Spitsen. Het is ver. De bal even aangeraakt. Ja, die heeft er genoeg. Gepakt, Sandra Sigurda Dottir. Er is geen speelster die meer wedstrijden achter haar naam heeft staan in de IJslandse competitie dan deze keepster. Foutje. Van Gunnarsdottir. Miedema. Dit is wat ver naar buiten voor Jansen. Dus maar voor Van der Donk. En Miedema niet. Daarachter stond Roort. Ik denk dat Miedema dat net niet aanvoelde. Ik zie niet vaak dat Sara Björk Gunnarsdottir zo in de fout gaat. Deze is dan net even te hard voor Renate Jansen. Voorzet is nog wel goed. Mag ook een keer meezitten. Roort. Van der Donk. Jansen. Weer een goede voorzet. Miedema. Licht. Krabbelt nu op. Dus Roort die ervoor ging. Ook op de grond. Staat ook weer. En dit wordt een hoekschop. Wat pijn bij Wilms. Zij dus in het midden. Hier. Ja, gaan er net niet bij. Ook genoeg gehinderd. Door Vigosdottir. De 37e minuut wordt dit het moment voor Stephanie van der Gracht. Die zich daar maar eens heeft gemeld. Hoekschop aan de andere kant. Van der Donk, Miedema, Jansen allemaal bij de eerste paal om het blok te zetten. Daarna achterin Dominique Jansen en Stephanie van der Gracht die er net niet bij kan. Door die linkerhand. Is nog niet gedaan. Roort. Net veel tijd nodig. Spitsen. Van der Donk. Bewegingen zijn er. Nu de voorzet nog. Die komt hier. Groene. Scoorde dus van afstand in Reykjavik. Jackie Groene. Hij is toch rustig. Kan ook niet heel veel meer doen dan dat. Kansen worden genoeg gecreëerd.
Nu nog afmaken. Jons tot hier. Van de Donk. Spitsen. Nog weinig mogelijkheden uit vrije trappen. 116 meter gebied gehad voor Sherida Spitsen om daar iets uit te halen. Dat heeft IJsland goed door. Niet te veel overtredingen maken. Tien doelpogingen. Nog geen 40 minuten onderweg. IJsland staat op 0. Maar IJsland hoeft ook niet te scoren tot nu toe. Eén nederlaag voor IJsland in de laatste 14 wedstrijden. Dat was in februari tegen Amerika. Hier is Jonsdottir. Wordt dit dan de eerste aan die kant? Ja, en dat is geen kleintje open. Eerste moment van Gunhildur Jirsa Jonsdottir van Orlando Pride. Speelt dus in Amerika. De actie van die andere Jonsdottir, die hier toch even dit allemaal uitstekend doet. Geen afmaker deze Jonsdottir, de nummer 5 van IJsland. Meer een harde werker. Was de aanvoerder van IJsland bij afwezigheid van Sara Björk Gunnarsdottir. Voor het grootste deel het afgelopen jaar, omdat die moeder is geworden. Jansen speelt goed in nu. Miedema wijst veel. Maar dat wordt allemaal nauwelijks beantwoord. Wel een hoekschop. Nu alsnog bezig. Met Kasparij. Wat precies de bedoeling was. Het zou voor hem Haldors van een ongekend succes zijn. Het halen van een wereldkampioenschap. 4 keer stond IJsland op een EK. Nog nooit op een WK. Komt weer een hoekschop van Sherida Spitsen. Van de Gracht blijft hangen de bal. En weer. Krijgt IJsland hem weg. Appel voor Hens. Ja, we gaan snel verder zonder VAR. En dus, volgende van Spitsen. Roort. Het ziet eruit als een hoop paniek, maar het resultaat is voor IJsland goed genoeg. Wilms. Jansen. Maar gewoon een keer zo ingebracht. Waarom niet? Van de Gracht stond daar nog. En dat is weer de lat. Hoe is het mogelijk? Is het nog niet gedaan.
Miedema. Ach. Ja, het moet toch een keer op zijn, het geluk voor IJsland. Ja, het zijn van die avonden. Van de Gracht. En weer, dat is voor de derde keer de lat. Wel via Sigurdardottir natuurlijk. Maar dit bedenk je niet. Als het maar niet tussen de oren gaat zitten. Al die momenten van pech. Laatste minuten van de eerste helft. Kasparij. Kasparij. Miedema. 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 Hoe lang duurt het voordat ze schiet? Eigenlijk net te lang. Je ziet er graag lopen en dit soort acties maken. Want ze dolt de een naar de ander. Het is een genot voor het oog om te zien de balbehandelingen en de techniek. Doorgedraaid die van IJsland, maar wel nog 0-0. De rust komt eraan. Hoekschop, spitsen. Twee vuisten. En dat is genoeg. Sandra Sigurdardottir houdt met vallen en opstaan het doel schoon. Spitsen. Hoeveel komt erbij? Het zal denk ik niet al te veel zijn. Als er al wat bij komt. Hier werd er gedacht aan Hens. Ja, die arm hangt wel langs het lichaam. Er is weinig aan te doen. Als het al gezien heeft, Rebecca Wells. Het rustsignaal klinkt. Het is een klein wonder, vandaar de diepe zucht dat Nederland niet heeft gescoord. Drie keer de lat. Een bal op de lijn weggehaald. En dus nog 45 minuten voor een goal. Om rechtstreeks naar het WK te gaan. Het is enerverend. In Galgenwaard. 0-0. Halverwege. Het is een heerlijke nazomeravond in de Galgenwaard in Utrecht. Graad of 23 is het. 17.000 met name oranje fans op de tribune. Een avond die pas echt geslaagd is als het Nederlands elftal weet te winnen van IJsland. En om te winnen moet je om te beginnen scoren en niet tegen de lat schieten. Maar oranje heeft nog 45 minuten. Alleen bij winst is rechtstreeks de plaatsing voor het wereldkampioenschap voetbal van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland een feit. Terug naar onze commentator Jeroen Elshoff. Hier staan ze, die van IJsland, dichtbij, succes, maar ja, dichtbij, 45 minuten af van succes, groot succes. Gudmundsdottir is daar achtergebleven in de kleedkamer. En Selma Sol Magnusdottir van Rosenborg komt. Aan die kant dus een wissel bij Oranje. Nog niet. Jonker zal niet ontevreden zijn geweest. En toch vooral hebben gehamerd op hou het vertrouwen en ga gewoon door. Dan valt hij vanzelf een keer. Laten we het hopen. Scorend vermogen ingebracht. Magnusdottir die scoorde tegen Belarus. Hier voor de eerste keer zo'n verre ingooi. Zo'n hele verre. U ziet het. Van Svijndis Jonsdottir dus. Ja, voor het eerst pas dat we dat zien. Zijn gewapen was het ook bij de IJslandse mannen trouwens. Op het EK van 2016. Toen was het Gunnarsson.
al heel wat goals gevallen in het IJslandse voetbal op die manier. Ze is van kant gewisseld. Deze Swijndijs Jane Jonsdottir, die gelijk nog een keer mag. Van Wolfsburg. Kijk eens, natuurlijk komt iedereen mee. Vigosdottir, dit zijn meer dan halve hoekschoppen. Even diep zuchten en dan hop richting de eerste paal. Voorlopig loopt Oranje geen schade op. En nu zien terug te komen zo snel mogelijk in dat ritme van de eerste helft. Van der Gracht. Tussendoor, Groene verplaatst naar Willems. Die heeft wat last aan het veld. En van de net te harde paas van Jackie Groene. Willems. Misschien met de wissel van kant met Jons tot hier nu daar. Die toch wat sneller is, hoopt IJsland Willems wat meer terug te duwen. ...5-4-1 in verdedigend opzicht, IJsland. Kasparij. Spits. Trap van haar. Een goede trap van haar zou uitkomst kunnen bieden. Dat kan nu alsnog bij de eerste hoekschop naar rust. Sherida Spitsen. Weggegeven door Haslauf. Himlauf tot hier. Van Breidablik. Zien of nog een keer. Van der Gracht, misschien een keer Dominique Jansen bereikt kan worden. Achterin loert Renate Jansen bij deze trap van Spitsen. Wilms. Van der Gracht nog voor. Dus deze bal lijkt me logisch. En met moeite. Ze doet alles met moeite, maar ze heeft hem wel weer te pakken. Sigurdardottir. Kopbal dus van Roort. Te lastig om in één keer goed aan te nemen. Kasparij. Van Domselaar. Van de Gracht. Twijfel bij Jackie Groene, die hem uiteindelijk laat lopen. Van der Gracht heeft de tijd om deze bal te verwerken. Het gaat terug. Jonsdottir loopt wel door op Van Domselaar. Maar hij is eigenlijk alleen. De druk daarachter wordt niet gezet. Door onder meer Torvaldsdottir. Dus heeft Dominique Jansen de tijd. Dat is een makkelijk en goede paas. Wat een ruimte ligt er hier nu voor een goede voorzet. Die komt er niet. Nog Renate Jansen. Miedema, volgende hoekschop. Ritme lijkt gevonden. Nu weer wachten op de kansen die erbij horen. Ze creëert de meeste mogelijkheden met haar trap. Met haar spel in aanvallend opzicht. Sherida Spitsen.
Ook nu weer achter de bal. Wordt wat gewaarschuwd eerst door Rebecca Wells. Hier spitsen. Die valt aardig. Maar niet goed genoeg. Weggehaald door Gunnarsdottir. Laatste voorzet van Kasparij. Speelt ze nu dus van Manchester City. Hij werkte bij Arsenal. Als hoofd van de academie. Andries Jonker. Het zal natuurlijk een moment komen, Wells, dat ze wel zal gaan waarschuwen als het gaat om het tijdrekken van IJsland. Maar geef die in het blauw is ongelijk, laten we eerlijk zijn. Van der Donk. Kasparij. Spits. Roort. Jansen. Zegt naar voren, maakt tempo. Maar Jansen kiest voor Van der Gracht en dan weer terug. Dan naar de zijkant uitgeweken, Roort. Hier aangespeeld. Geduld blijven opbrengen om nauwkeurig te zijn. Dat is ook een vak. Nauwkeurigheid nu even weg bij Kasparij. Spitsen. Groene zou wel tempo kunnen maken. Miedema niet bereikt, afgeschermd. Thorvald Dottir. Deze is binnen te houden voor Johnsdottir. Nu dus de tegenstander van Wilms. Gaan op beide posities heel goed uit de voeten. Dat zien we hier. Johnsdottir. Johnsdottir. En een hoekschop voor IJsland. Het is de gevaarlijkste in alle opzichten aan de kant van IJsland. Als ze de bal heeft. En ze zoekt de 1 tegen 1 op. Wint ze vaak. En creëert ze gevaar. Svijnis Jane Johnsdottir. Brynjarsdottir. 37 goals en 106 interlands. Een van de gevaarlijkste bij standaardmomenten. Nu komt de indraaier. Van Domselaar kan blijven staan. Is te ver weg natuurlijk de bal. Nu bij de tweede paal valt. De andere Johnsdottir. Miedema. Oeh, dat is aardig. Maar er wordt niet ingetrapt door Kasparij. De beweging is er niets mis. Maar Kasparij laat zich niet foppen door Sarah Björk Gunnarsdottir. Natuurlijk is er een plan B. En ook een plan C. Bijna Kalba hoort daarbij. Van der Gracht in de spits hoort daarbij. Daar is het nu nog veel te vroeg voor. Voorlopig doen deze het. Het jagen van Van der Donk.
Groene raakt de bal kwijt. Jonas Dottier goed. Spitsen ook prima. En dus Van der Gracht. Jans. Kasparij. Niet voor het eerst alle tijd. Toch terug. Jansen. Miedema is aan het duwen en trekken voor het doel. Bal valt bij de tweede paal. Dat is, denk ik, eigenlijk de eerste overtreding die gemaakt wordt door Van der Donk. Die handig is in dit soort momenten. Met Brinjars tot hier. Zij wil van niets weten. Even kijken wat bewijs worden uit de herhaling. Ja, het is van twee kanten. En we weten dat Van der Donk toch handig is in dit soort momenten. Ik kan me voorstellen dat de bal hiervoor niet op de stip gaat, eerlijk gezegd. En kent Wells de reputatie van Danielle van der Donk ook. Jansen, weer zo'n goede paas. Weer. Ligt daar de ruimte, maar is de bal uiteindelijk te hard of het is maar hoe je het bekijkt. Kasparij te langzaam. Het is een duim voor Do, voor Dominique Jansen. Die meer en meer dreigt met de bal en meer de opening en de ruimte dus ziet in balbezit. Maar legt hem, terwijl het toch hard zat was, de manier van aanspelen nog klaar voor Jansen. Wilms speelt de bal, maar toch de vrije trap gegeven aan IJsland. Pijn bij Jackie Groene. Hier, zo, dat is ja, inderdaad vervelend, de manier waarop ze geraakt wordt door Sarah Björk. Jonas Dottier. Laatste half uur gaat over een halve minuut in. Aanvalsspel iets minder stormachtig. Een aantal kansen zeker minder dan in de eerste helft. Wilms. Voorzet, Miedema niet. Bal blijft wel hangen. Wilms. Controle prima. Groene. Van der Donk. Groene. Draait natuurlijk makkelijk. Groene. Bal komt niet voor het doel. Nederland scoorde dit kalenderjaar al 5 keer na de 85ste minuut. Maar om het er vanavond nou op aan te laten komen, lijkt me ook niet heel verstandig. Roort wil wel in het midden, maar dat is een bal die met risico gegeven zou moeten worden. Dus blijft het hier bij Wilms. Groene pikt op.
Nu ligt er wel wat ruimte. Jansen. Spitsen. Goed ingespeeld door Spitsen. Roort. Ook geen, maar dat geldt voor meer. Heel prettig EK achter de rug. Jill Roort. Nou, het gaat om het maken van doelpunten. Wordt er natuurlijk wel naar haar gekeken. Thorstein Halldórsson zal het steeds moeilijker worden om te blijven zitten. Wilms doet hier. Gaat ze weer. Met Wilms. Ja, Wilms doet hier. Nog één. Wilms doet hier. En dan net niet dus. Schot van afstand blijft uit. Zowaar IJsland en Van Domselaar. Ja, veel heeft ze niet te doen. Magnus doet hier. Test even of ze nog scherp is. En dat is ze. Wilms gezien. Daarna bijna van de gracht gezien. Bal recht op Van Domselaar afgeschoten door invalster. Selma. Magnus doet hier. Groene. Goed tussendoor. Van der Donk in één keer. Wilms voorzet. Net te kort. Van der Gracht. Wilms. Weer voor het doel. Ongehinderd. Sigurdar doet hier. 25 minuten. Die grens nu aanstaande en dan heel langzaam wordt het toch interessant om te gaan kijken naar de zijkant, naar Andries Jonker. Groene wint het. Jansen, Miedema, botst. En botst hard. Eerst wordt er hier nog het een en ander besproken tussen Spitsen en Wells. IJsland gooit de beuken wat meer in. En niet verrassend is het weer Sarah Björk Gunnarsdóttir. Die zoekt opnieuw Groene. Eerder was zij het ook met die armzwaai. Nou, het antwoord komt al snel hier dus. Over dat plan B. Fenna Kalma. De topscorer van de Eredivisie. Vorig seizoen gaat komen. Van der Gracht. Wel, acrobatisch de manier. Waarop ze doorrolt na het gestrekte been. Kasperij moet toch wat pijn aan de rug ervan. Ja. Het was een koprol. En ook Esme Brugs. Renate Jansen. Dat werk zit er voor Jansen dus op. En Kalma dus. 33 goals voor het seizoen in de Eredivisie. Voor Van der Donk. Kalma maakte hem bij de debuut tegen Schotland vrijdag. Het is een doelpuntenmachine. Er staan er nu twee daar voorin bij Nederland. Als het nu niet lukt, zou je zeggen lukt het nooit meer. Kalma en Miedema samen. Jaar van FC Twente.
Venna, Toma. Doelpunt te maken is haar tweede natuur. Het is nu voor dit Nederlands elftal meer dan nodig. Minima gaat een beetje achter Kalma spelen. Dat is een rol die Minima ook goed ligt. Bij Arsenal is het vaak zo gegaan en zal het komend seizoen ook vermoedelijk wel zo gaan. Wilms. En dat is nog even schrikken daar voor Sigurdardottir. Roort gaat naar de rechterkant. Kalma in de spits. Miedema erachter. En Brugs is de linksbuiten. Van Domselaar moet komen. En komt op tijd. Ja, wat irritatie. Naar Magnus Dottir die doorloopt. Oranje moet zich niet uit de tent laten lokken door IJsland. Dit zijn natuurlijk allemaal opzettelijke momenten om de boel een beetje gek te maken. Dat zagen we eerder bij Sara Björk Gunnarsdottir. Die begon ermee als captain van IJsland. En die heeft aangegeven, jongens, laten we het proberen. Nu we zo dichtbij zijn, om ze ook een beetje de stoom uit de oren te laten komen. Jansen. Haas is niet goed. Van de Gracht. Brugs niet. Weggehaald door Koen Hilboer. Jons tot hier. Dominic Jansen. Moet toch wat tijd voor Brugs die zo graag de actie wil en kan maken. Voorzet. Nog verrassend. Uitstand bijna. Dat is mee Brugs. Snel gegooid. Hier is er nog een keer. Oh, dat is fraai. En dan vervolgens een harde botsing met de reclameborden. Maar ze staat snel weer. Er is ook geen tijd om daar te blijven liggen natuurlijk. Ja, drie keer raden wie dat zetje geeft. Degene die de kar trekt. Sara Björk Gunnarsdottir. De record international. De grootste persoonlijkheid van deze IJslandse ploeg. Groene. Wilms wil graag. Groene kiest voor een andere optie. Dat is een goede bal. Kalma. En bal onderweg nog even aangeraakt. Daardoor de snelheid eruit. En weer een redding. Bijna niet meer bij te houden voor Sigurdardottir. Goede paas van Jackie Groene. Aanname ook uitstekend. En dan dus net niet.
Arnadot die gooit. Torvalds tot hier. Blijft oppassen aan die kant. Jons tot hier. Zo. Ja, handen voor het gezicht. Dit was de kans voor IJsland. Om eigenlijk de boel hier toch in rouw te doen dompelen. Sveindies, Jane, Jons tot hier, weet het. Gouden mogelijkheid. Brugs. Van de Gracht. Met de schrik vrij. Heel langzaam richting het laatste kwartier van de wedstrijd. Jansen. Kalma, ook balvast. Brugs. Kalma kiest positie bij de tweede paal. En weer niet dus. Niets mis met deze voorzet van Esmee Brugs. Maar ja. Sigurdar doet hier rustig aan. Dominic Jans. Kasparijn moet hard werken, maar blijft aan de bal. Spitsen. Groene. Hier weer. Jacky Groene. Gaat de bal brengen. Buitenspel. Voor Willems. Het zijn onnodige momenten om de bal kwijt te raken op deze manier. Heel langzaam. Dat is ook te zien. En Jacky Groene zal ook de vermoeidheid toeslaan. Roort. En altijd maar weer in de opbouw, Dominic Jans. Brugs. Doen was spitsen. Onderschep dus. Jansen. Er komen nog meer wissels aan. Van de Gracht. Dat is een hele behoorlijke beuk van Kasparij. Roort gaat nu naar de kant. Leugter. Ja, doelpunten maken ze het veld in, natuurlijk. Ook spitsen gaat er vanaf voor Egurola. En dan zijn de mogelijkheden zo goed als op. Leugter maakte de goals tegen de Zwitsers toen het nodig was. Op het EK.
Groene. Hier is voor de eerste keer Leuchter. Groene. Groene. Op weg de held van IJsland te worden. De heldin. Sigurðardóttir. Hoekschop. Hier stond Leuchter nog. En dan ook nog bijna een eigen goal. Maar het is niet te beschrijven met geen enkele pen hoe dit allemaal goed gaat voor IJsland. Dus niet goed gaat voor Oranje. En 70ste minuut. Wilms. Pompel verzuipen. Heel langzaam gaat het die kant op. Ingooi gaat naar IJsland. Hier. De paal dus geraakt. Daarvoor dat moment van Groene. Het is, maar dat zeiden we al, eigenlijk bizar. Groen hield door, Jons Dottier. Laat IJsland even op adem komen. Het leidt tot een gesprek tussen Miedema en Jonker. En ook Van der Gracht gaat zich daar dan nog melden. Laatste 10 minuten. Komen eraan. Wat gaat Van der Gracht doen? Gaat ze zich al melden in de spits? Ja. Johan stopt hier. En Jensen, de enige die niet eindigt met Dottier bij de voetbalnaam. Die gaan komen bij IJsland. '15 en '16 dus. Het is nu Willems, Jansen en Kasparij achterop. Voorin Kalma en Van der Gracht naast elkaar. Miedema achter. De aanvoer vanaf de zijkanten met Brugs. Dat is wel een trekpartij. Dat is een buiteling die ik nog wel wil zien. In de herhaling. Maar ja, geen videoscheidsrechter, dus ook geen strafschop meer. Ja, daar wordt Kalma wel degelijk vastgepakt. Door Sigurðardóttir, maar ze willen niet aan, Wells. Van der Gracht. Brugs. 82ste minuut. En Kalma.
Leuchter. Miedema. Miedema, zoeken, zoeken. Miedema, Miedema! Hij wil er niet in. Hij wil er niet in. Leuchter. Voorzet van Eguerola. Weggehaald. 83ste minuut. Miedema. Schot geblokt. Dat heeft. Maar dat gaat al een tijdje op bij IJsland. Niets meer te maken met verzorgd weghalen of opbouwen of wat dan ook. Maar ze staan er nog. En ze zijn heel dicht bij Australië en Nieuw-Zeeland. Die van IJsland. Figo's dopt hier. En een uitbraak met dat ongelooflijk aanvallende oranje. Kon ook nog wel eens gevaarlijk zijn. Brugs. Doet een verdedigende werk. Wilms moet opletten. Dat is nog een lastige even voor Van Domselaar. Hij gaat terug weer. Van der Gracht. Groene overtreding van Van der Gracht. Hier Miedema en dan het linkerbeen. Alles heeft ze wel gebruikt, die Sigurdardottir. Aan de andere kant onderschept door Dominique Jans. Meer dan 23 doelpogingen. Dat is toch al bijna 5 jaar geleden dat Nederland voor het laatst zulke aantallen in aanvallend opzicht produceerde. Maar nog altijd 0-0. Leuchter. ...35 is ze. De kiepster van IJsland. Sandra Sigurdardottir. Bezig aan haar grootste prestatie. Maar ze moet het nog wel volhouden. Dan komt weer zo'n slingerworp. Zij kunnen het niet meer volhouden. Qua spanning zit op de stoel. Die van IJsland. Jons doet hier. En nu zitten we dus in de 86ste minuut. Eerder al gezegd. Nederland heeft dit kalenderjaar behoorlijk wat gescoord. In die slotminuten van een wedstrijd. Jons doet hier. Kasparij. Van Domselaar. En gas erop. Naar voren. Publiek hier. Geeft nog niet op, natuurlijk niet. 87ste minuut. Gaat in. Leuchter, weer zo'n voorzet. Baalt er zelf het meest van. Zal er door het hoofd gaan van Thorstein Halldórsson.
Leuchter. Niet tot bij Miedema. Kalma ook niet. Brugs. Het duel in, maar te laat. Wilms komt voor Jonsdottir. Die nu alsnog vooruit kan. Jonsdottir. Naar de hoek. De Zagger. Al denken moet ik niet gaan voor de secondes. En nu dus voor de ingooi. Komt ze weer. Swijndis, Jane. Jonsdottir. Nu kort. Was verrassend. Op naar de hoekvlag, ongetwijfeld. Ja. Het hakje is trouwens heel aardig, want zo kan IJsland toch door. Wilms, nu weghalen. Brugs is sowieso sneller dan Gunnarsdottir. Er ligt zowaar wel wat ruimte. Brugs. Miedema wil graag op het middengedeelte, maar Brugs doet dit richting Van de Gracht. Niet de beste keuze. Vier minuten gaan er bij komen. Dat betekent nu nog 5,5 minuut. Om de play-offs. 1 oktober. Een ingewikkelde route. Naar het wereldkampioenschap te vermijden. 1 goal. Eén doelpunt. Eén keer zo'n kans afmaken. Van die vele die hier al zijn geweest. Leuchter. Nu over de grond. Jansen. Gasparij. 90ste minuut. Brugs. 5-6 van de Oranje in het 16 meter gebied van IJsland. Miedema niet. Leuchter. Aangeraakt. Kan een hoekschop worden voorkomen? Ja. Dat kan. Mochten zij thuiskomen in Reykjavik met plaatsing op zak, breekt daar een complete gekte los. En ze zijn er dichtbij. 4 minuten extra tijd gaan nu in. Groene. Leuchter, 1 voorzet op maat. Leuchter, deze. En Brugs. Brugs, wippertje. En bal klem vast. Sandra Sigurðardóttir. Miedema. Alsof het zo moet zijn, zien we zelfs nu de bliksem boven Galgenwaard. De donkere wolken, niet alleen in de lucht.
laat zich niet gek meer maken. Sigurdardottir dat hier. Weer wat seconden gewonnen. Nog 2 minuten over van de 4. Egurola. En nog maar eens een keer Esmee Brugs. Van de Gracht bij de eerste paal. Daar ook in de buurt. Miedema. Bal afgeslagen. Nog een keer. Brugs. Deze voorzet is goed. En hij valt erin. Dan toch de goal. En de bejubelde is Esmee Brugs. Verslagen dan toch Sigurdardottir en Halldórsson. En Galgenwaard ontploft van vreugde naar de voorzet van Esmee Brugs. Hier, richting Van de Gracht. Iedereen mist. En dan ploft hij er bij de tweede paal in. Misschien nog een heel klein beetje aangeraakt. Wat doet het ertoe? En laten we eerlijk zijn. Met al die kansen en al dat geluk voor IJsland. 3 keer lat, 1 keer paal. Voelt dit wel als een beetje gerechtigheid. Aan de andere kant komt er nog een kans. Nou, nog een seconde of 20 op de klok. ...19 jaar... Esmee Brugs. Zij is het die Nederland naar het wereldkampioenschap in Australië en Nieuw-Zeeland gaat schieten. Ja, gaat ze nog een keer? Zal toch niet? Het zal niet. De 4 minuten zijn ruim voorbij nu. Miedema, het hoeft niet meer naar het doel. Dat is gedaan. Nu Miedema naar de hoek. Sluit maar af, Wels. Het is mooi geweest. Hier is het eindsignaal. En dan toch de vreugde. Wat een thriller. Eerste klas was het in Utrecht. Het resultaat uiteindelijk plaatsing rechtstreeks voor het wereldkampioenschap voetbal volgende zomer. Dankzij deze Esmee Brugs. En zoals een gewaardeerd collega ooit zei, het was een lucky, maar wat geeft het? Zij ging naar voren, was er dichtbij, raakte de bal niet. Van de Gracht, en dat is met terugwerkende kracht, maar goed ook, ja. Dan hoor je te zeggen, zij kunnen verder met opgeven hoofd, maar dat telt niet in topsport. Zeker niet als je zo dichtbij bent geweest. IJsland, sneu. Maar het gaat voor Andries Jonker nu om zijn begin. Hij heeft een wereldstart natuurlijk, want de klus is geklaard. Ploeggenoten Jansen en Jonsdottir
troosten. En wat valt haar kwalijk te nemen? Sigurdardottir keepte een wereldwedstrijd. En zijn ploeg heeft verdedigd en volgehouden, maar net niet lang genoeg. En dus gaat IJsland naar de play-offs. En zo komt er toch een feestelijk einde aan deze lastige zomermaanden voor Oranje. Maar die vorige zijn vergeten en Brugs kan het nauwelijks geloven. Het is wat hoort bij topsport, bij vreugde en teleurstelling. De beelden die we zien van IJsland en van Oranje. Alles zit erin. Ja, wat gaat er allemaal door het hoofd van Esme Brugs, nog zo jong. Richting haar debuut zijn alle dromen de afgelopen jaren wel besproken. Ze was nog zo jong toen Nederland Europees kampioen werd in 2017. Nu is zij het feestvarken.